Dat had ik gisteren ook. Ik ben onderweg met de auto. Kijk helemaal achteruit, kijk spiegel, zie ik ineens de blik van Ray Groenhoort. Ja, nou ja, dat duurde ons niet vertrouwd, dus geen nieuws meer. Hij zal niks vinden. Misschien niet op ons achtervolgen. Maar weet jij veel wat hij nog meer allemaal van plan is? Hij zal niks vinden. Ik denk dat we hem onderschatten. Hij onderschat mij, ons. Nou ja, die heeft echt lef. Even mijn koffie. Ja, sorry. De tactiek volgens mij van iemand volgen, mm-hmm, is dat die persoon je niet ziet. Misschien moet je daar nog een beetje aan werken. Oké. Okay. En jij dacht dat ik mij daar niet bewust van was? Die blikwisseling via de achteruitkijkspiegel, dat is mijn tactiek. Oh. Ja? Geniet nog van je dag. Tja! Het zijn geografische coördinaten. Eens kijken. Als je ze zo achter elkaar legt, kom je precies uit in Meerdijk. Waar precies in Meerdijk? Dan heb je nog seconden nodig om dat exact te En als je die combinatie verandert, zit je opeens 500 kilometer verder. Ja, maar het is dan wel heel toevallig dat je precies in Meerdijk uitkomt. Misschien is het een code van een kluis of zo. Een kluis in Meerdijk misschien. Martine, ik begin hier meer dan genoeg van te krijgen. Stuur die aandelen op, dan zijn we er vanaf. Ik ben niet gek. Dan heeft ze 71% van de aandelen. Ik laat ze lekker in mijn kluis totdat ik bewezen heb dat ze erachter is. Je doet het weer. Je staat je blind op Martine. Ze is het niet. In elk geval kan je met hoge waarschijnlijkheid incalculeren dat ze het niet is. En wat dan? Of ga je er pas aan denken als je op het graf van je dochter staat? Het kan nog een leuke speech worden. Het spijt me, lieve prinses, maar door een inschattingsfout van je vader heb je het helaas niet gered. Hey. Nee, daar wil je niet aan denken, maar dan moet je zo langzamerhand wel gaan doen, joh. Straks is ze er niet meer. En dan? Is je dochter weg? Of Janine weg? Of ik weg? Ik begin echt af te haken. Wat zijn je die aandelen dan nog waard? Ik heb meer tijd nodig. Dat heb je niet. Ik ga hier niet meer zitten. Het is klaar. Dit is voor je eigen veiligheid. Mijn leven loopt gevaar. Ik wil dat je die aandelen nu opstuurt. Zodra ik heb bewezen dat Martine hierachter zit, dan kun je weg. Geef het toch op, man. Ze had haar gezicht moeten zien. Ze was echt even van haar stuk. Het is duidelijk dat ze erachter zit. Klopt, we leggen een bewijs. Een seconde. Nou, kom maar eens hier. Rolf, zeg het eens. Hoe lang? Stefano. En hij heeft jouw auto meegenomen? Nou, zeg goed, Rolf, dan kun je gewoon lekker naar huis gaan lopen. En mag je morgen een nieuw baantje gaan zoeken, jongen. Dankjewel. Zodra hij contact met haar opneemt, dan meld je dat. Oké. Okay. Wat zeg je? Oké, okay, nou goed. Isabelle Kortenaar is weer gesignaleerd op het kantoor bij Haveworks. Dan is ze of toevallig bij de vriendinnetje langs, of ze zit ook in het complot. Martine, Jasmine en Isabella.
Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Zo, ik kan je verzekeren, die vrouw is knettergek. We denken onze stap voor te zijn, maar er gaat nu verandering in komen. Wat is het plan? Daar zit je. Ik neem wel aan dat we een gedeelte van de aandelen krijgen. Heeft ze dat beloofd of zo? Nee. Maar het was me natuurlijk in de eerste plaats ook helemaal niet om het geld te doen. Nee, mij toch ook niet, weet je nog? Maar zometeen heeft ze wel als enige alles in handen. En wij? Ik vind gewoon dat wij het een en zwart op wit moeten zetten. Als ze Ludo's aandelen heeft, zet ze ons gewoon op straat. Tessa. Ja, stuur me door. Nou, dus wij willen een eerlijke verdeling van de aandelen. Nou, dat accepteert ze niet. Moet je eens opletten. Wat doe jij hier, Isabella? We worden gevolgd. Je moet wel een verdomd goede reden hebben om hier te zijn. Ik denk dat ik dat wel heb, ja. We werken ons uit de naad de laatste paar maanden voor die aandelen van Ludo. En wie krijgt ze in handen? Ja, dat vinden wij niet helemaal eerlijk. Dus wij willen gewoon een eerlijke verdeling van 30%. 30%? Ja. Helaas, meiden. Helaas voor jou ben ik bang. Als ik jullie een deel van de aandelen geef, dan wordt dat geregistreerd en vastgelegd. Dan komen ze overal achter. Wat is het je waard? Gaan jullie mij nu chanteren? Stor ik? Ik heb haar laten doorsturen. Ja, dus. Nou, kraal. Lieverd, wacht heel even. Jij kende mijn moeder toch niet? We hebben het hier nog over. Charles! Charles! Ja, het klinkt heel goed. En wie wilt u deze aandelen laten vervalsen? Ronald Kroon is een meestervervalser. Ik heb beneden in de loods wat spullen van hem staan. Niet van echt te onderscheiden. Kom maar. Ludootje, toch hele complottheorieën en dan gewoon de geboortedatum van Janine. Die maakt het me vandaag alweer heel makkelijk. Ja, dat is goed, Ronald. Zie ik je vanavond. Ronald Kroon is hier vanavond al. Hij heeft een dag nodig. Dan wordt dat tijdrekken. Ja, daar verzinnen we wel wat op. Komt dat aan stuk? Gewoon een mes op mijn keel, ja? Ja? Ik zweer het je, als ik me ook wel enigszins met Charlie en ik bemoei, snijdt hij mijn strop door. Nee, man. Ja, hij zit toen in staat. Hey, weet je wat? Charlie moet van die gozer af. Moet je horen wat Morris over Nick te vertellen heeft? Nee. Luister nou even naar... Interesseert me niet! Shorts, sorry. Nee! Shorts! Waarom laat niemand me met rust? Oké, vertel maar. Isabella zegt tegen me dat ze je niet kent, vervolgens zie ik haar bij jou. Op kantoor. Waarom liegen ze dan tegen mij?
Ik heb haar voor de eerste keer gezien. Haar vader is directeur van een hotelketen. Daaronder valt de Rozenboom. Merenpark wil zaken doen met de Rozenboom vandaar. Je wilde me spreken. Jij mee kennelijk niet. Die meiden hadden ruzie. Over jou, ja. Je zei dat ze je chanteerde of zo. Morele chantage. Dat roep ik wel vaker als mensen dreigen af te dwalen om ervoor te zorgen dat ze zakelijk blijven. Lieverd, ik kan het je allemaal helemaal gaan uitleggen, maar wat heb je eraan? En je komt helemaal hierheen om me dat te vertellen? Nee. Jij kwam voor mij, ik kom voor jou. Zullen we drinken? Goed gelukt, hè? Waar zijn ze? Mijn aandelen, nu. Hier. Dat zal helaas niet gaan. Geen grappen nou, hè? Ik maak geen grappen. Ik ben bloedserieus. Waarom denk je dat ik zo lang heb zitten oefenen op je handtekening? Je hebt die aandelen op jouw naam laten zetten? Nee, ik ben niet in jouw aandelen geïnteresseerd. Ik wil mijn leven terug. Zeg maar dat dit niet waar is. Ik heb ze opgestuurd. Zometeen wel nieuwe brengen. Heel graag. Ik kan helemaal niet. Ja. Volgens mij is hij dronken.